Wow, we hebben nu praktijkexamen. Dat is mijn rijinstructeur hier voor mij. Nog de giveaway van de twee Monster Tube t-shirts. Winnaars bekendgemaakt. Oh my god. Oh. Ben ik nou geslaagd? Ja of nee? Oh, hij haalt mee. Kom maar. 100 km per uur rijden. En boem, die doet al mee. Niet. I don't. Oh my god. Oh. Ik wou gewoon rustig een wheelie doen, maar ja, ik heb wel tenminste gescreept. Hey Gold, mag je hier wel mee rijden überhaupt? Denk het wel. Ik denk wel dat het mag. Maar mijn monster is er gisteren. Nou, lekker goed begin van de dag. Vandaag hebben wij praktijkexamen van motorles. Dus het AVD of het AVB. Het is motorvoertuigbeheersing. Dus het is niet echt de officiële praktijk van op de weg, maar het is voertuigbeheersing. Dus snelle stop, snelle slalom. Al die kleine dingen van echt voertuigbeheersing. Wat je moet kunnen om voor het echte examen op te gaan. Dus het is een echt officieel examen vandaag. Zoals jullie zien is het heerlijk pokkenweer vandaag weer. En want vorige keer was het niet doorgegaan door de sneeuw. Dus ik heb nu 2 maanden ertussen, dus ik heb allemaal filmpjes proberen op te zoeken van hoe het allemaal weer in elkaar zit, want ik ben het meestal weer vergeten. Daarom ga ik nu even snel met de Tomos, nee, met de schakel, even achter weer even een paar snelle oefeningen proberen met de KTM. En dan ga ik jullie even meenemen, strijders. Want ik ben de helft alweer vergeten, helemaal bout. Auw, wat doet dit pijn, zeg om aan te zien. Eigenlijk wou ik met de Tomos even nog een paar oefeningen gaan oefenen, maar ja, dat is niet logisch, want je hebt geen praktijkexamen op een Tomos. Zou wel grappig zijn, je moet echt schakelen. Dus ik ga even de KTM pakken van Monster Dad. Ga ik even stiekem pakken. Monster Dad! Iemand hier? Prima, dan ga ik wel een stukje rijden op de Monster KTM. Shush, we hebben de KTM te pakken. Ik ga even een paar oefeningen doornemen die ik sowieso krijg op het examen, wat verplicht is. Dus kijk ook zeker even mee als je ooit motorrijwijs wilt gaan halen. Want ik ga nu een paar oefeningen doen die er gegarandeerd op komen. Eerst het schatje even starten, let's go. Oeh, dat ding is wel heavy zwaar, zeg. Nou, de Monster KTM is gestart zoals jullie zien. En we gaan gewoon even oefenen op een 4,5, 450cc, terwijl ik maar op een 125cc mag oefenen. Weer super handig om op een 450 te oefenen. Maar nee, maakt niet uit, het gaat om de feeling. Het is niet zo dat het ding extra power heeft. Jawel. Gewoon zelf super motorbuild maken. Maar ik hoop zo erg dat ik het haal, want jullie weten bij het CBR is het een al drama met de wachttijd. Let's go! We gaan even overschakelen naar de helm. Let's go! Oké, dan. Even een stukje rijden op de 450. Helaas heb ik hier geen pionnen, maar ik moet het maar een beetje denkbeeldig gaan doen. Puur dat ik de feeling ga krijgen. Ik weet waar ik ook vandaag het meeste moeite mee ga hebben en dat is de noodstop. Halve draai, langzame slalom en dat soort dingen lukt me wel easy. Maar noodstop, dat is moet je met 50 aankomen rijden en dan moet je zo snel mogelijk stoppen. En dan moet je de ABS gebruiken, zeg maar. Dus dat is eerst een beetje rem en dan volle rem, zeg maar. Dat die echt, want anders doe je haast een stoppie. Dus daar is waar ik het meeste moeite mee ga hebben, hoe graag ik nu zand op wil gaan. Maar ook heel veel slippelende koppeling vandaag gebruiken. Voetrem om de snelheid te controleren. En het allerbelangrijkste dat ik niet 2 vingers continu of 1 vinger op de koppeling heb. Zoals dit. Heb ik zin om een wheelie te doen, doe ik natuurlijk 1 vinger op de koppeling. Beetje gas erbij. En boem, je doet al een wheelie. Maar ja, dat moet ik vandaag maar beter niet gaan doen op het examen. Doe een wheelie. Zegt de examinator, nou Monstertube, ziet er allemaal leuk en netjes uit. Je kan er helemaal geen reet van, laat ze wheelie zien. Dan doe je even een wheelie, zo. Oh, ik moet echt stoppen met mijn wheelies. Goedemiddag, verkeersschop. Hoi, goedemiddag. Ik heb zo AVB of AVD, het is motorvoertuigbeheersing examen. Ja, maar de theorie die heb je wel nodig, dus dan moet je nu wel even rechtsomkeert en zorgen dat je op tijd hier bent, want je hebt wel je ID nodig dan. Oh, wel ID? Nee, ja. Is goed, dan ga ik gelijk... Wacht even. Wacht. Oké, ik wacht. Hij heeft geen theorie voor de motor, maar hij heeft wel zijn autorijbewijs. Grapje, ik ben de instructeur verkeerd. Kom maar deze kant op. Oké, dankjewel. Kom ik weer bijna bij de rijschool aan. Geen ID mee. Oh. Maar, let's go naar autorijschool.
Dat gebouw daar ziet er best wel scheef uit, zoals jullie kunnen zien. Dat heet de 90's Degree Tower, volgens mij, in Nijmegen. Nou, vorige keer stond ik precies hier toen mijn examen gewoon niet doorging. En nu hopen we wel dat die doorgaat, want vorige keer zat ik gewoon vuurwerk daar te halen, serieus. Maar ja, nu gaan we wel ervoor. Ik ga even overschakelen naar de GoPro, dus let's get it. We rijden op de KTM Duke, let's go. Denk je dat je gaat halen vandaag? Wie weet. En shit hè, dat precies wij die dag weer zo'n lange stop moeten hebben. Dat is echt, ben je alles vergeten weer. Volgens mij gaan we nu eerst wat oefeningen doen en dan gaan we officieel naar het Gelredome rijden in Arnhem. Holy, ik vind het wel spannend hè. Het leuke is dat ze bij de rijschool ook altijd de 125 cc's altijd brommers nog noemen. Zeiden ze van, hij mag dan op deze manier hier voor mij, mag dus alle rijbewijzen van motor. Dus die heeft volgens mij 405 cc dat hij nu op rijdt. Ik weet niet eens, maar wel hoge cc's. En ik mag maar op 125 cc rijden. Dus zeggen ze altijd van, ja, jij mag op de brommer. En de rest, maar ja, dat is wel lachen, want ja, de meesten noemen dit gewoon een brommer. Dat lijkt net een politiemotor die daar rijdt. Wat wij nu gaan doen, zoals jullie zien, de snelle slalom. Dit is verplichte oefening, dus echt wel fijn dat we nog even wat oefeningen gaan doen van tevoren. We gaan hem even proberen. Oh, moet ik zachter? Oh, ik moet de Welke snelheid moet je rijden? Derde? Nee. Tweede? Twee, wat? 30? Ja. Oh ja, ik reed al haast 50 of 40. Ik weet niet, even flashback. Oké, dus in de 2. Ja, dit bedoel ik. Het is helemaal niet eerlijk dat ik zo lang een stop heb gehad omdat het glad was vorige keer. Ja, die ging best wel goed. Ik vind het zo apart dat die uitlaat hier voor mij op die motor gewoon erbovenuit steekt. Van die twee van die uitlaatpijpen gewoon. Maar ja, Monstertube, concentreer je nou maar gewoon eerst op je rijbewijs, want voorlopig heb je hem nog niet. Nee, er zit een heel huis in dat gebouw. Wow, we hebben nu praktijkexamen, dus we hopen dat we gaan slagen. En we rijden nu onder de brug. Zo, hé, daar is de Waalbrug. Ik krijg van mijn rijinstructeur te horen dat ik een beetje op de weg moet letten. Dat ik niet zo omheen moet kijken. Maar het is zo vet. Dat is mijn rijinstructeur hier voor mij. Ik wil ook meerdere cc's. Ik rij maar op een 125 cc. Wow, moet je kijken dan. Pathé Lent is hier. En we rijden nu officieel de snelweg op. Super dik. Kunnen richting de 100 km per uur, jongen. Moet je nagaan dat, dat eigenlijk met een opgevoerde brommer 125 cc gewoon makkelijk de snelweg op kan. Ja, 70 cc al, maar ik rij 125 cc en het voelt zo raar om nu de snelweg op te rijden. Ja, en nu rijden we echt naar Arnhem toe, zoals jullie zien. Ik kan niet eens overschakelen. Hij rijdt ook keihog in de toeren met 90 km per uur. We rijden nu ook trouwens naar het gebouw waar ik toen vorige keer de vlog had opgenomen met Monster Jam. En mijn helm vliegt bijna van mijn hoofd af door die wind. Voelt allemaal zoveel harder aan op een motor 100 km per uur te rijden dan in een auto. Ik weet niet of jullie mij überhaupt verstaan. Hé, hey, mijn rijinstructeur is ineens niet meer achter mij. Dikke wielen, jongen. Kijk dan, we zijn bij het Gelredome aangekomen. Jeetje, als ik geen helm op had, krijg je gelijk een vlieg door je muil heen. Zo, hier was vorige keer precies de plek waar we Monster Jam vlog hadden opgenomen. Even flashback. Daar zijn we gewoon bij Monster Jam in Gelredome. Oh, hij haalt mee in. Kom dan, jongen. Even riezen. Oké, nu heb ik wel spanning en sensatie. Nu is het spannend. Nu zie je examinators met een geel hesje aan. Nee, dit wordt spannend. Nu scheid ik echt 7 kleuren stront. Oh, dikke Chevrolet Camaro. Of is dat geen Camaro? Ik weet niet. Oeh, hier komt het. Waarschijnlijk moet ik mijn GoPro ook wegdoen. Omdat je natuurlijk niet mag filmen tijdens een officieel examen. Oh, daar is het dan. Ik ben heel bang. Monstertube, je weet, schijt dan overuit. Oh. Dit bord staat trouwens ook te koop op de website monstertube.nl. Het is echt serieus een verkeersbord. Maar genoeg gepraat, laten wij eens even praten over mijn slagingsding. Ben ik nou geslaagd, ja of nee? Ik heb de resultaten hier op mijn telefoon. Laten we eerst maar eens even gaan naar het begin. Dan vertel ik even het hele verhaal, hoe het is gegaan, want dit verhaal is echt dramatisch. Let me tell you something. Ik kom daar dus aan met mijn crosshelm, zo, op mijn bakjes. Yo, hand geschud, bla bla, superleuk en aardig. Nou, ten eerste, ik had echt een stuk chagrijn van een examinator, niet normaal. Ik kwam daar aan, in Arnhem, bij Gelredome. Ik zag een heel plein met allemaal pionnen. Ik denk een stuk of 500 pionnen dat er zaten. Dus ik zei tegen mijn examinator... Laat ik het zo zeggen, voordat we begonnen was er al flink wat misverstand tussen mij en die examinator. Echt niet normaal. Zoals jullie zagen, was ik aan het rijden met mijn super dry handschoenen. Even een flashback. En hij zat meteen op te merken van, wil je examen nog doen of niet? Ik zei, ja, hoezo? Hoe bedoel je? Hij zei, bied nul bescherming. Je kan je examen niet doen. Dus ik zo, nee. Dus ja, zoals je ziet, dit zijn gewoon handschoenen voor het snowboarden. Er zit helemaal geen bescherming in. Hij heeft er natuurlijk gelijk in. Maar ja, ik ben met domme hersens, kom weer aan met snowboard handschoenen. En toen zei die andere examinator, oké, kom maar, pak je motor en opschieten.
Nou, en toen kwam het volgende gezeik. En dat, oh my god, ik kreeg mijn motor niet aan. Ik zat op die KTM Duke, die 125cc. Ik zat daar denk ik een minuut lang proberen om mijn motor aan te doen. Wat was nu het punt? Als je standaard is uitgeklapt, dan gaat hij niet aan. Ik zo, kijk, wat doe ik in godsnaam verkeerd? Er was nog een andere persoon die ook op examen moest. Nou, die was al lang bezig. Mijn ding wou niet aan. Dus ik dacht, ik ga heel dood. Ik kwam een andere examinator van de rijschool eraan. Die standaard zit nog erin geklapt. Ik dacht, oh ja. Hij startte. Ik doe bijna een wheelie van de zenuwen. Nou, ik kom daar aan als leuke monster tube zijn. Van, hoi, hier ben ik. Ik ben er ready voor. Wat was nou weer verkeerd? Hij zat ze begluren van, ben jij een YouTuber of zo? Wat is jouw bedoeling? Want ik zie hier een microfoontje. Oh ja, nee, dit is een microfoontje. Ik heb een hele GoPro installatie op mijn helm. Ja, maar je kan hiermee inspreken of fluisteren. Ik zo, ja, nee, sorry. Hij zei, kun je het eraf halen? Ja, tuurlijk. Zo, er gelijk afgehaald, klaar. Het volgende probleem kwam eraan. En dit was het punt waar hij heel chagrijnig om werd. Hij keek zo naar mijn helm en zei van, denk nou eens na. Hier word ik wel chagrijnig van. Ik zo, meneer, ik weet echt niet. Ik heb alles nu volgens in orde volgens mij. Ik was echt bang. Ik was echt zo'n klein jongetje geworden. Hij deed zo. Zit je helm vast? Ik zo, ja, is het vast. Hij deed één keer zo. Boom. En dan zei hij, zit alweer los. Ik doe zoveel verkeerd, maar ik was ook zo zenuwachtig dat ik alles tegelijkertijd fout ging. Ik heb altijd zo rondgereden, kom ik nu tot beseffen. En toen begon het echte examen. Oh. Even kort gezegd, je hebt 7 oefeningen. 5 van de 7 moet je goed hebben en dan ben je geslaagd. Dus ik zei zo, ben ik geslaagd? Of hij keek mij aan, ja, je bent geslaagd. Dus nee. Nee! Ik bijna een knuffel. Ik zei, nee! Maar hij was nog steeds godsagrijnig op mij, omdat ik compleet mijn apparatuur niet goed had, mijn helm niet goed, mijn handschoenen, die GoPro-installatie. Maar we hebben hem binnen. Monster Gang, we hebben hem in de pocket. Let's go! En strijders, nog de giveaway van de 2 MonsterTube t-shirts. Die ga ik morgen bekendmaken op mijn livestream. Dus zet snel een timer in je agenda. Morgen donderdag 26/1/2023 ga ik om 8 uur 's avonds live op het kanaal MonsterTube. En worden de winnaars bekendgemaakt van de MonsterTube giveaway t-shirt. 2 keer. En als jij niet kan wachten, ga dan zeker naar MonsterTube.nl voor de dikste merchandise. Maar strijders, dit was dan weer het einde van deze video. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker om bij de Monster Gang te horen. Ook super erg waarderen. En dan zie ik jullie weer straks. Strijders in de volgende video. Bye bye. Hey, wat is er met jou?